precies op tijd. Geert-Jan Griesenstein. Schrik maar niet, je kent me. Ook al heb je hem nog nooit eerder gezien. Ik ben meneer Tomtidom. Meneer Van der Steg heeft me van u verteld. En hij heeft me ook uw brief gegeven. Ja. Ik heb je hierheen geroepen en je bent gekomen. Ik had ook niet anders verwacht van de erfgenaam van de Griesensteins. Morgen is het de 11e herdenking van jouw geboortedag. En luister goed. Ik weet wat jouw liefste wens is. Maar ik kan geen wensen vervullen. Maar ik kan wel helpen jouw wens te laten uitkomen. Alsjeblieft. Dat is mijn presentje. Iets dat ik je alleen maar persoonlijk in handen kon geven. In dit doosje zit een heel fijn poeder. Poeder? Heel fijn, bijna onzichtbaar poeder. Ga nu terug naar het trappenhuis en strooi dit poeder op het hoofdkussen van je onderwijzer. Vanavond nog, voordat hij gaat slapen. Dit magische medicijn heeft een grote kracht. Frans de Rode zal je morgen laten zien welke. Meneer Tomtidom! Ontslag neem. Het idee. Iemand te laten werken na 8 uur. Dan nog wel op zaterdagavond. Ja, binnen. Dank je, Selina, voor de moeite. Niets te danken. Ik ga naar bed. Slaap wel. Deze cognac zal werkelijk uw tong strelen, meneer Van der Steg. U zei dat u psychologie studeerde. Hè? Vertelt u mij eens, wat vindt u van die moderne parapsychologische theorieën? Die studie van u vind ik werkelijk interessant. Tja, de menselijke geest blijft natuurlijk ook boeiend. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat u zo'n belangstelling hebt voor de wonderlijke gedachtenkronkels van mijn neef. Ach, uw glaasje is leeg. Een duplicaatje? Nee, meneer Gierstein, dank u echt niet. Een half glaasje, als slaapmutsje. Wilt u mij alsjeblieft verontschuldigen? Hartelijk bedankt voor de gezellige avond en uw gastvrijheid. Ik zou nu graag naar mijn kamer gaan. Natuurlijk, meneer Van der Steg. Ik zal u niet tegenhouden. Slaap wel en tot morgen. Tot morgen, meneer Gierstein.
Fransman naar mijn kamer. Ik moet hem tegenhouden. Daar zal de graaf niet blij mee zijn. En we moeten voorzichtig zijn. Anders worden we weggestuurd. En Geert-Jan heeft ons nodig. Jan, wat ben jij vroeg? Oh, dat is waar ook. Je bent jarig vandaag. Goedemorgen. En van harte gefeliciteerd, joh. Dank u wel, meneer. Nou, dat wordt in ieder geval een verjaardag met mooi weer. We gaan er vandaag ook een hele... Gunnar. Heb jij dat gedaan? Nee. Dan moet het die magier geweest zijn. Meneer Tomtidon. Maar hoe kan dat? Is hij hier geweest? Nee, meneer. Maar ik heb poeder gekregen wat ik vannacht op uw hoofdkussen moest strooien. Het was een verjaardagscadeautje. Leuk verjaardagscadeautje. Hoe kom ik hier ooit weer vanaf? U moet zo laten, meneer. Ik vind het prachtig. Prachtig? Krankzinnig is het. Ah, ik begin het te begrijpen. Tomtidon. Daarom liet hij me toen in slaap vallen. Om proeven te doen met mijn haar. Ze waren het vanaf het begin af al van plan. Groen haar zal de draak verslaan. Nou ja. We zullen wel zien hoe het loopt. Vandaag is het jouw feestdag. En het cadeautje van Groenmauw. Dat heb je al gehad. Van Groen Oog ook. De gouden sleutel. En nu wil Groen Haar je ook nog iets geven. Alsjeblieft. Oh, dank u wel, meneer. Net zo fijn als Roberto heeft. Machtig. Is hij niet wat groot? Oh, nee, meneer. Juist goed. Dan heb ik nog meer voor je. Alsjeblieft. Dit krijg je van tante Willemijn. Lekker. En deze brief is van de kinderen van mijn klas. Van de kinderen? Van Jan Toereloer. Oh, precies wat ik nodig heb. Dan kan ik de feestzaal van Gegroeders mee versieren. Oh, voor de machtenfeest. Een feest? Wat staat er in die brief? Die van de kinderen? Ze hebben je geschreven dat ze bij je komen vandaag. Heb jij ze uitgenodigd, Geert-Jan? Kijk maar aan. Ja, meneer. Ze komen allemaal. Uw hele klas.
is hier neer. Maarten, help je even? Zag je Jan de brief al hebben ontvangen? Tuurlijk, de meester heeft hem toch zelf meegenomen? Ja, hij is klaar, hoor. Jo, mam, ik kom eraan. Mijn moeder heeft een lekkere appeltaart gebakken. Oh, dat wordt een knalvis, jongens. Hé, hey, er is een Benny Hanneke al. Niet zo vroeg. Nou, het feest begint om 3 uur. En we hebben nog een heleboel te doen. Kijk, zo goed hij is gelukt. Oh, lekker. Afblijven. Is dat Roberto? Nee, het zijn Benny en Hanneke. Maar Roberto zou toch komen? Hij zou toch voor de muziek zorgen met zijn gitaar? Misschien is hij het wel vergeten. Of het is de Brozem. Die doet vast niet mee. Hij moet meedoen. En trouwens, Brozem heeft ook een gitaar. Als ze klaar zijn, gaan we direct naar hem toe. Dat zal me een feest worden. Groene haren. En alleen omdat een gekke graaf vroeger een idioot versje heeft verzonnen. Waarom heb jij me niet gewaarschuwd? Nu is alles alleen nog maar moeilijker geworden. En ik zei nog tegen je dat Geert-Jan ons nodig heeft. Komt u mee, meneer? Nou, dat weet ik niet, hoor. Waarom niet? Je bent toch niet boos? Ik ben toch jarig? En als de kinderen vanmiddag komen? De kinderen, ja. Maar je oom? Oom Gabus weet er toch niets van. En ik ben nou lekker helemaal niet meer bang van hem. Ze komen allemaal vanmiddag. En Jan Toereloer maakt het hek open. Oom Gabus wist niet eens dat hij nog een sleutel had. En de grootste verrassing zult u zijn, meneer. Ik ben bang dat ik hier vanmiddag niet eens meer zal zijn. Wat denk je dat je oom doet als je me zo ziet staan? Met groen haar? Hij zal zich naarschrikken. Nee, hij zal me ontslaan. Als je me zo ziet, dan is het complot van de zeven ontmaskerd. Ja, u heeft gelijk. Als hem gaat als u zo ziet, wordt hij woedend. Hoe moet dat nou, meneer? Hé. Hey. Je denkt toch niet dat ik bang voor hem ben, hè? Frans de Rode. Groen haar bang? Nee. Ik wil alleen niet dat hij mijn haar ziet voordat ik vind dat de tijd daarvoor is. Geert-Jan, mag ik je hoed lenen? Dat weet ik, Geert-Jan. Van harte gefeliciteerd. En omdat ik jarig ben, moet iedereen een hoedje op. Meneer en ik hebben er al een. En u moet er een uitzoeken. Kom, Geert-Jan, gedraag je. Deze lijkt me wel mooi. Of deze. Maar de mooiste bewaar ik voor Manus. Jongen, wat ben je opgewonden? Voor mij geen hoedje. Kom, ga zitten daar. Selina, is een hoed voor je. Pas op, anders gaat de thee erover. Wat heb je nou? Een hoed. Iedereen moet een hoed dragen vandaag, omdat ik jarig ben. Oh, nou, wel gefeliciteerd. Zo'n gek ding zet ik niet op. Jawel, je moet. Iedereen doet het. Zelfs om Gradus. Ik zal de gek zijn. Ach, Selina, hij is jarig. En nou u, om Gradus. Nee, Geert-Jan. Nee, het spijt me voor je, maar dat is niets voor een Giezenstein. Ga jij nou eens even zitten en pak je deze cadeautjes eens uit. Leef dan slechter staat thee. Gaat uw gang. Dank u. Oh, dank u wel, oom Gadus. Mm-hmm. Stop! Stop, lichtzet op rood. Soms kunnen ze ook wel hartstikke groen worden. Verkeerslichten bedoel ik. Dadelijk gaan we alles versieren. Het versieren? Nou, ik had gedacht om een rijtoertje te maken in de koets. En ergens een ijsje te gaan eten. Nee, ik wil niet naar buiten. Dat is ongezond. Ik wil de feestzaal van Gregorius versieren en spelletjes doen. Nou, ben je daar nou niet een beetje te oud voor geworden, Geert-Jan? Ik ben 11. 11 is een gekke getal. En ik wil een gekke verjaardag vieren. Helpt u mij versieren? Ja, maar we gaan eerst wat eten. Ik hoor Manus en Bieren. 1, 2, 3, 4, hoedje van.
Hij voelt zich wel echt jarig. Ja. U kunt die hoed nu wel afzetten, meneer Van der Steeg. Waarom zou ik? Hij past me best. En als Geert-Jan dat nou leuk vindt. Ja, hij is erg uitgelaten. Ik hoop dat u ervoor zult zorgen dat hij zich niet al te druk maakt. Hij mag toch wel vrolijk zijn? Ik zei uitgelaten, meneer Van der Steeg. U weet dat Geert-Jan heel nerveus is en een zwakke gezondheid heeft. Hij heeft leiding nodig. Wie jong en groen is, die heeft een vaste hand nodig die hem leidt. U heeft gelijk. Ik ga maar meteen naar hem toe. Ik heb wel 80 keer gebeld, maar er is niemand thuis. Maar Roberto heeft misschien is hij al naar het traphuis gegaan. Hij zou bij ons thuis komen. Hé, daar is hij. Maar Roberto, ik dacht bijna dat je niet meer zou komen. Ga eens even opzij, jochie. Maar weet je het dan niet meer? 3 uur bij het traphuis, met je gitaar. Oh ja? En waarom dan wel? Oh, dat weet je best. Geert-Jan is jarig. Oh, een kinderfeestje. Je dacht toch niet dat ik me ook bezig hield met die flauwekul, hè? Laat me er even door. Je moet komen, Rob. De Brozen speelt toch ook gitaar? Dat is waar. Nou, kom je mee? Ach joh, stik. Die kan rijden, zeg. Ja, dat kan niet, de rotvent. Ach, laten we stikken. We kunnen best zonder hem. Hoe kan je nou feest vieren zonder muziek? Ik heb eigenlijk geen tijd meer. Ik heb wacht buiten. Ja, maar ik ben toch jarig? Meneer, wilt u me even helpen? We hebben tijd genoeg. En doen we eerst de dingen waar we wel bij kunnen. De graaf willen we even spreken. Ga jij hier even verder? Waar gaat u naartoe? Ik ben zo terug. Ik heb nog een kleinigheid met u af te handelen. Dit is mijn huis. En ik verwacht van mijn gasten dat ze hun hoed afnemen. Kijk eens aan. Mijn vermoeden blijkt dus juist te zijn. Onder valse voorwendsel bent u hier binnengedrongen. Komt u erbij? Probeert u me niet voor de gek te houden, meneer. Deze hoed van u zegt genoeg. U bent ontslagen. Waarom? Ik heb niets verkeerds gedaan. Ik wil van Geert-Jan geen onderwijzer met groen haar. Dat heeft u me nooit eerder verteld. U wilt toch niet zeggen dat ik dat in mijn advertentie had moeten zetten? Nee, natuurlijk niet. Maar wat is er op tegen als iemands haar wel groen is? En bovendien, ik kan er niets aan doen. Ik ben zo vrij om dat niet te geloven. Dat groene haar van u zegt genoeg. En ik heb het vermoeden dat ik weet waar het u om te doen is. Waar het mij om te doen is, is om uw neefje te helpen. Onzin. U hebt misbruik gemaakt van mijn vertrouwen. En u bent een gevaar voor Geert-Jan. Ik ontsla u op staande voet. Dat neem ik niet. U bent een gevaar voor Geert-Jan. En u kunt mij niet zomaar wegsturen. En dat nog wel op zijn verjaardag. Als u nu niet vrijwillig uw biezen pakt, dan laat ik u eruit smijten. U weet net zo goed als ik dat ik alleen maar aan het belang van Geert-Jan denk. Wilt u de naam van mijn neef nooit meer noemen? Hij zal u heel gauw vergeten. Dat zal hij niet. Ik kom terug. Om terug te kunnen komen, moet u eerst weggaan.
Mijn koets staat voor u klaar. De bagage en de kleren zitten er al in. Vaarwel, meneer Groenhaar. Tot ziens, grimmige vijand. U vergeet uw hoed. Die is van Geert-Jan. En als u hem aan hem geeft, zegt u dan maar dat ik de weg terug wel vinden zal. Voor iemand die de 7 wegen is gegaan, zal dat niet moeilijk zijn. Rustig nou, rustig maar. Ho, ho. Ja, vaart! Nou is alles fout gegaan wat er fout kon gaan. Als die tomtedoem zich ook maar niet overal mee had bemoeid. En Geert-Jan? Hoe moet dat nou met Geert-Jan? Die mag ik toch niet in de steek laten? Wat is dat? Dat kan geen toeval zijn. Die ladder heeft daar nooit eerder gestaan. En net nu ik groen haar heb gekregen, dat moet te maken hebben met de voorspelling van Gregorius. Ik moet die ladder op, vandaag nog. Goed zo, jongen. Zo, ben jij weer met mijn koets aan het rijden? Het is jouw koets niet. En ik ben de koetsier van Graaf Friesenstein. Je vergist die jongen, het is mijn koets wel. En de koetsier van de graaf ben ik. Thank you.